ieder tekening, ieder idee is het vastleggen van tijd. Mijn moeder is overleden toen ik 11 was. Ik hoorde van ze was ziek en binnen een jaar was ze er niet meer. Misschien zelfs een half jaar. Ik keek altijd gewoon boos en dacht gewoon, kutwereld. Er was niemand van mijn leeftijd die mij begreep of zo, maar die skaters waren allemaal ouder en cool en stoer en die waren gewoon een soort van... Pietertje doet al kickless man in de virtue, Pietertje doet dit, zaten ze dan een beetje onderling. Als ik zei van ik wil naar de kunstacademie, dan dacht mijn vader even, wat bedoel je, zo'n soort van hobbyclub of zo, weet je wel? Nee. Mijn leventje, wat ik zeg maar had opgebouwd, dat liet ik helemaal achter. Als ik dan in de trein zit en dan kom ik weer aan in Parijs, dan allemaal chaos en dingen en blablabla. En dan denk ik, oh lekker man, niet meer dat gepolijste Amsterdam, ik ben weer terug. Hobby's en zo, dat vind ik echt super nep. Doe het gewoon niet of doe het gewoon goed. Ik heb zeg maar slechte energie, die stop ik erin en dan wordt het positieve energie. Mijn vader was overleden vorig jaar en dan had ik daarna hele blije dingen gemaakt. Maar hij was helemaal niet blij. Maar dat was juist om hem echt zo... Yay! Door blijheid te laten zien, laat je ook verdriet zien. En dat is eigenlijk, denk ik, een beetje wat er in mijn werk zit, wat niet misschien iedereen begrijpt. Iedereen heeft eigenlijk natuurlijk gewoon krassen en deuken en dingen. En sommige mensen krijgen het misschien wat eerder of wat later. Als jij gewoon gezond en oké bent, dan is dat gewoon een cadeautje, zeg maar, weet je.